You're new. I'm a Van Gogh, but they look like sneakers. I'm a Van Gogh, but they look like sneakers. I'm a Van Gogh, but they look like sneakers. Wearing coat white, but my Vans look cleaner. Dus ja, ik ben even aan het twijfelen welke het wordt. Of de Spurs, of deze de Red Leopard. Waar ik één van de 10 bezitters ben van de hele wereld die deze heeft. Hey, welkom, mijn naam is Miral de Walden. A.k.a. DJ Cutknife. En ja, kom verder, man. We zijn nu in mijn studio. Waar ik mijn muziek, mijn DJ gebeuren heb. En mijn andere liefde, mijn sneakers. Hier is een kleine collectie en hier om de hoek ook nog meer collectie. Mijn sneaker collectie bestaat uit 300 sneakers. Het waren er wel meer, iets van meer dan 600 sneakers had ik. Maar toen moest de verhuizen hier naartoe 7 jaar geleden. Toen heb ik ruim 300 sneakers heb ik toen weggedaan. Met best wel pijn in mijn hart. Mijn liefde van sneakers is ontstaan, dat was in de jaren 80 was dat. Ik was toen zelf nog een tiener, was 13 jaar oud. En toen zat er een jongen bij mij in de klas, dat was een Amerikaanse jongen. En dat was dit model was dat toen, en daar toen de blauwe variant ervan. Dit is de Air Max 1. En toen had ik zoiets van, wauw, wat is het dit? Weet je, want ja, in die tijd droegen we allemaal All-Stars, Clarks, Seahawks, dat soort dingen en Adidas. Maar een echte toffe Nike, ja, zoals deze, ja, dat zag ik alleen bij hem. Dus, en ja, daar is toen mijn liefde voor begonnen. Een van mijn favorieten wat ik aan heb, Airstep. Weet je, is een exclusief paardje, Atmos. Atmos is een winkel in Japan. En die hebben al een paar samenwerkingen met Nike hebben ze aan gedaan, dus toen hebben ze deze uitgebracht. Ze hebben deze uitgebracht, wat ook wel tot mijn favoriete board. The Animal. Die is 10 jaar geleden toen uitgekomen. Sneakers. Ik ben 1 keer eerder geweest. En gewoon een hele grote hal. Allemaal sneakers. Allemaal mensen die gewoon daar komen dat ze ervan houden. En gewoon met bijzondere sneakers. Niet iets wat je bij de Footlocker ziet ofzo. Gewoon. Interessante dingen. Ja, de sneakercultuur is eigenlijk begonnen vanuit de skate scene. Ik heb toen met de releases van de Dunks. Toen is echt de hype begonnen met sneakers en zo. Dus ja. Op naar sneakers, let's go! Ik weet niet wat ze bedoelen, ja ik zweef, maar dat komt toch niet door de lucht in mijn schoenen. Liefhebbers van schoenen, allemaal perplex, die ziet me draaien. Ik zie heel veel mooie dingen, ook veel mooie art en zo. Heel veel mooie sneakers. Ja, maar het gaat sneller kroppen natuurlijk, als ik al die spullen zie. Hij liep vorig jaar op die Nike's, waar jij niet voor in de rij. Sneakers man, vanaf de jaren 80 begon met de Converse Weapon van Magic Johnson, basketbalfan. En toen begon het man. Helemaal los vanaf toen. Heel veel dope sneakers gezien hier zo, weet je. En ja, voornamelijk heel veel bekenden, weet je. Dus dat maakt het ook wel weer leuk, weet je, voor mij. En natuurlijk ook heel goed gescoord ook. Ja, weet je, als je er eenmaal 1 keer bent geweest, blijf je terugkomen alleen voor de sfeer. Het is gewoon een heel gebroedelijke, gemoedelijke sfeer. En het is nu in mijn thuisstad, dus ja, het is voor mij om de hoek hier al, weet je. Dus dan kom je hier gewoon heen. Ja, ik vind het leuk vooral met schoenen, want ik ben een fan van sportschoenen. Dus het is mijn eerste keer. En tot nu toe heb ik al 4 paar schoenen gekocht. En ik zal nog steeds te kijken voor als ik iets nog leuk en goedkoop vind. Waar twijfel je ook? Was je 100 euro? Ja, het is maar 100 euro. Ja toch? Moet je hier of niet? Ik neem ze! Ja, die moet je wel, hè? Dat zo verschillende stijlen en smaken samenkomen. Dat is echt wel een kleine community in Rotterdam, man. My kicks were like the pros, yo. Stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight, but bad was life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the shredded.